I think in the landscape of orchestral and new music, you know, Metropole Orchestra stands unique. It was set up in 1945 with a view to providing artistic enjoyment to the people of the Netherlands. Effectively, you know, one of the only pop and jazz orchestras left in the world. And we've been creating since 1945, right up to now, a canon of new music that we feel resonates with the public and is something to be cherished. We want to put the history of the Metropole Orchestra into four books. The history of orchestral pop and jazz, from the beginnings of Dolph van der Linden up to recent projects like Laura and Vula and Snarky Puppy. We want to explore the eras of Van Otterloo, Dick Bakker, and of course the legendary arranger Vince Mendoza. Am I good? Okay. The Metropole Orchestra basically plays pop and jazz music and everything within those worlds. We're also talking world music, folk music, abstract, ambient, electronic music, crazy didgeridoo-infused drum machine music, and pretty much anything you can think of that is not classical music. One of the main challenges is to come up with the coolest projects we can find with the most cutting-edge artists so that we can really maintain that canon that was set by Dolph van der Linden right back in 1945. Mijn naam is Martin Pijper. Ik ben grafisch ontwerper. Ik heb een studio in Amsterdam. Passie voor muziek. En ik werk sinds 2 jaar voor het Metropole Orchestra. Ik maak logo's, huisstijlen, affiches, boeken, heel veel drukwerk. En het is heel divers. De orkest speelt allerlei genres. Het heeft een heel breed repertoire. En dat geeft mij kans als ontwerper om allerlei verschillende dingen te maken. Mijn opdracht is om 4 boeken te maken. De 4 boeken werken als een set. Dus het geeft een hele geschiedenis van het orkest. Maar de 4 boeken zijn afzonderlijk, vertellen een ander verhaal over een deel van de geschiedenis van het orkest. Dus qua ontwerp worden de boeken in ieder geval familie van elkaar. Mijn uitdaging is om de boeken stuk voor stuk te behandelen en ieder zijn eigen gevoel en sfeer te geven. Maar het moet ook samen een compleet beeld geven van het verleden en de toekomst. I'm Jules Buckley, the current chief conductor of the Metropole Orchestra, and I want to ask you to help us raise €35,000 on voordekunst.nl in order to take care of design, printing, binding. We came up with some pretty special tiering prestaties for each contribution. Can't I say tiering prestaties?